nieuwe aflevering van Fruitdrijf Werk Thuis. Voor wie mij nog niet kennen, ik ben Annelies en mijn leerlingen kennen me als mevrouw Bakker. Welkom in mijn atelier! Bij de vorige aflevering ben ik aan de slag gegaan met een tekenspel. Dit kun je makkelijk thuis doen. Heb jij het al geprobeerd? Daag jezelf creatief uit. Ik ben benieuwd naar jouw resultaat. Stuur het naar me toe. Abonneer op dit kanaal en volg me op Insta. Zo blijf je elke week op de hoogte van de nieuwste creatieve video's. Vandaag daag ik jullie uit voor de Toiletrol Race Auto Challenge. Je kunt zoveel leuks, creatiefs en geks bedenken wat je kunt maken met een toiletrol of meerdere. Kijk maar naar een van de eerste afleveringen, de Toiletrol Challenge. Of de toiletrol poppetjes die ik gemaakt heb voor aflevering 21. Daar kun je natuurlijk nog altijd aan meedoen. We gaan vandaag dus raceauto's maken van toiletrollen, die ook nog een soort van zelf kunnen rijden. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Wat heb je nodig? Toiletrollen, karton, satéprikkers, barser, schaar, lijm, pritstift, elastiekjes, paperclip, gekleurd papier, potlood, lineaal, knijpers en eventueel een lijmkwastje. Natuurlijk kun je zelf ook nog andere materialen gebruiken. Misschien is het een leuk idee om dit samen thuis te doen. Dan maken jullie er allemaal één en gaan daarna een race houden. Laten we snel gaan beginnen. Je hebt een toiletrol nodig als basis en twee satéprikkers. Deze gaan we straks gebruiken om de wielen aan vast te maken. De stokjes komen hier en de wielen moeten denk ik zo groot worden ongeveer. Ik leg dit even aan de kant en pak er een stuk karton bij. Het is een stuk karton van een oude doos. Deze is aan de achterkant wit. Kijk maar. Zoals je ziet zijn er al drie cirkels getekend. Alleen was ik vergeten de camera aan te zetten. Whoopsie. Ik gebruik een passer en een liniaal. De straal van de cirkel wil ik 3 centimeter hebben. Dat betekent dat het wiel straks 6 centimeter hoog zal zijn. Met de passer teken ik in totaal 8 rondjes. Elk wiel bestaat straks uit 2 lagen karton. Allereerst knip ik alle onderdelen los van elkaar. Dit knipt namelijk een stuk makkelijker dan als je het direct uit 1 groot stuk karton wil knippen. Zo, dat is gedaan. Nu ga ik je laten zien hoe je rond kunt knippen. Dat kan namelijk op 2 manieren. Ik zelf doe het altijd zo. Ik knip met een schaar in het karton en gebruik eigenlijk alleen het middelstuk van de schaar, totdat hij helemaal is uitgeknipt. Vind je rondknippen heel lastig? Je kunt ook door middel van rechtknippen toch rondknippen. Als je steeds een recht stukje karton afknipt langs de rand van de cirkel, wordt hij uiteindelijk ook rond. Het geeft ietsje meer troep, maar dat ruim je later toch weer op. Nu de rest van de wielen nog. Knip en klaar. Ik leg de wielen in setjes van 2 op elkaar. De witte kant vind ik mooier, dus ik draai ze even om. Ik pak de bijpassende witte toiletrol er weer bij en de 2 satéprikkers. Nu pak ik de passer weer en ga ik de gaatjes hiermee prikken. Ik doe eerst alle wielen. Tussendoor leg ik even kort uit hoe je de toiletrol makkelijk een andere kleur kunt maken. Je pakt een gekleurd stuk papier, meet de toiletrol op en tekent deze maat aan 2 kanten af. De strook knip je uit en plak je vast met pritstift. Als je de eerste rand lijmt en goed aandrukt, kun je hem er vervolgens omheen draaien. Aan het einde knip je hem af en lijm je hem ook weer alleen aan de zijkant. Plak hem er tegenaan en dan heb je een andere kleur. We gaan weer verder. Ik teken een puntje met potlood minimaal 1,5 centimeter van de rand af. Ik wil dat de as van de wielen niet in het midden zitten, maar ietsje onder het midden. Ik controleer ook even of het wiel onder de toiletrol uitkomt. Anders sleept hij straks over de grond en dan rijdt hij niet. Aan de andere kant teken ik ook een puntje. Ik controleer hem nog een keer en besluit de stipjes toch iets verder uit elkaar te tekenen. Ik prik de gaatjes met de passer in de toiletrol. Geef aan de andere kant een beetje tegendruk met je vinger. Pas wel op dat je niet in je vinger prikt. Kijk, zo kun je het aanpakken. Je houdt hem met 2 vingers vast en zorgt dat je vingers niet achter het puntje zitten. En dan prik je de passer er zo doorheen. Nu pak ik er een satéprikker bij. Hiermee maken we de gaatjes nog wat groter, zowel bij de wielen als de toiletrol. Bij de wielen steek je hem er zo doorheen. Bij de toiletrol gaat het iets lastiger. Maar als je rustig blijft draaien en tegelijkertijd druk geeft, lukt het je zeker. Dit zijn nu de voorwielen van de auto. Om de raceauto zelf te kunnen laten rijden, heb je een elastiekje nodig. Deze moet ongeveer net zo lang zijn als de toiletrol zelf. Heb jij een langere rol of kleinere elastiekjes? Dat is geen ramp. Je kunt namelijk heel makkelijk meerdere elastiekjes aan elkaar verbinden om ze langer te maken. Ik laat je het hier even zien. Je legt de elastiekjes over elkaar heen en nu pak je de een door de ander heen en trekt hem door zijn eigen lus weer terug. Nu trek je hem stevig aan en zit hij vast, zodat je hem kunt gebruiken. Ik gebruik de blauwe en daarbij heb ik 1 paperclip nodig. We gaan de paperclip gebruiken voor aan de voorkant van de auto. Maar eerst maken we het elastiekje eraan vast. Dit doen we op dezelfde manier als de 2 elastiekjes verbinden.
Je steekt het elastiekje door de paperclip heen en pakt vervolgens met je vingers het uiteinde en trekt het terug door het elastiekje heen totdat hij goed strak vast zit. Nu bevestigen we de paperclip aan de onderkant van de voorkant van de auto en controleren we nog even of we er aan de andere kant nog bij kunnen. Ja, dat lukt. Voor de achterkant hebben we nog een stukje karton nodig voor aan de binnenkant van de toiletrol. Dit gaat ons helpen om de auto straks op te winden met het elastiek. Je knipt het vierkantje uit en daarvan hebben we er weer twee nodig. Tijd om de kartonnen onderdelen aan elkaar vast te lijmen. Hiervoor gebruik ik hobbylijm. Ik start met het kleine vierkantje en smeer een beetje lijm ertussen. Ik plak ze zo op elkaar, zodat de witte kant aan de buitenkant zit. Druk hem stevig aan, veeg wat lijm van de randen af en leg hem neer om te drogen. De wielen lijmen we ook aan elkaar. Ik leg ze met de binnenkant open neer. Ik smeer lijm op één van de wielen. De lijm smeer ik uit met een kwastje. Je pakt de andere kant van het wiel en drukt de twee stevig tegen elkaar aan. Nu pakken we wiel nummer 2 en plakken we deze ook goed stevig op elkaar. Als je te veel lijm gebruikt, kan het zijn dat er wat lijm tussen de wielen uitkomt. Dit kun je makkelijk weghalen met het kwastje of een papiertje. Ik lijm ze allemaal vast en leg ze daarna even aan de kant, zodat ze goed kunnen drogen. Ik wil dat de voorkant van mijn raceauto een punt krijgt. Dit ga ik doen door een cilinder te maken van wit papier. Met een passer teken ik een zo groot mogelijk rondje op een A4. Hoe groter het rondje, hoe spitser de punt straks wordt. Ik knip het rondje eerst helemaal uit. Nu teken ik met een liniaal twee strepen van de zijkant naar het midden toe. Dit taartpunt knip ik eruit. Nu rol ik hem op om te kijken of hij al past. Ik knip er steeds een extra stukje taart van af. Zo ga ik door tot ik de goede vorm heb gevonden. Ik zet een streepje met potlood tot waar hij gelijmd moet worden. Daarna lijm ik hem vast met pritstift en druk alles goed aan. Controleer vooral de randen nog even of die goed vastzitten. Gebruik anders nog een beetje extra lijm. Ik knip nog een klein randje af en denk dat hij nu goed is. De satéprikkers moeten goed en makkelijk kunnen draaien. Zoals je ziet gaat het nu nogal stroef. Je kunt met een schaar gemakkelijk de gaten groter maken door gewoon rondjes te draaien in het gat. Zo ga je verder met het vergroten van alle vier de gaten. Tussendoor controleer je even of de stokjes al makkelijk en vrij kunnen draaien en niet blijven steken. Als je ze allemaal gehad hebt, gaan we weer verder. Tijd om de cilinder vast te gaan zetten. Kijk uit dat je het niet over de gaatjes heen plakt. Ik smeer lijm aan de bovenkant van de rol. Alleen het randje, met een heel dun laagje. Daarna zetten we het hoedje erop. Je kunt hiervoor rustig de tijd nemen. Deze lijm droogt niet zo snel. Als hij goed zit, laat je het even goed drogen. Nu zijn alle basisonderdelen van de raceauto klaar. Alleen het allerbelangrijkste ontbreekt nog. Jouw eigen versiering erop maken, zodat jouw auto uniek wordt. Ik gebruik roze, maar jij kunt natuurlijk zelf een toffe kleur uitkiezen. Ik begin met het maken van roze wieldoppen. Ik gebruik daarvoor weer mijn passer. Als ik heb opgemeten hoe groot ze moeten zijn, teken ik er 4 op het roze papier. Als je jouw wielen helemaal een andere kleur wilt hebben, dan kun je hem natuurlijk makkelijk overtrekken, uitknippen en erop plakken. Vergeet dan niet de stip in het midden, anders weet je niet meer waar het gat zit. Ik wil er wat strepen op maken en kijk waar de wielen ongeveer komen. Ik pak een liniaal en teken een schuine streep vanaf de hoek. Dit herhaal ik voor een tweede keer. Hiervoor meet ik het stukje onderaan op en teken aan de bovenkant precies diezelfde maat af. Zo zijn ze straks beide gelijk. Ook wil ik nog een nummer op de auto. Deze teken ik in spiegelbeeld, zodat ik de potloodkant straks niet meer zie als ik hem erop lijm. Omdat we vandaag zijn aangekomen bij aflevering 41, wordt het getal 41. Ik knip de onderdelen allemaal rustig uit. Denk bij het knippen van de cirkels aan de tip die ik je op het begin gaf. Bij de cijfers knip ik steeds recht een randje af of ik knip van buiten naar binnen toe. Hier laat ik je zien hoe je makkelijk met een schaar een tussenstukje eruit kunt knippen als je de zijkanten ingeknipt hebt. En dan is dat ook weer klaar en kunnen we verder. Met de passer loop ik alle gaatjes nog even na. Door het op elkaar lijmen kan het zijn dat ze zijn dichtgegaan. Dit doen we bij alle wielen en nemen ook meteen de wieldoppen en het extra vierkantje mee. Ik lijm met pritstift alle wieldoppen op de wielen. Dat ziet er al een stuk kleurrijker uit. Ik zet de voorste wielen er als eerste op. Let er goed op dat de wiel met de wieldop aan de buitenkant zit. En dan nu het achterwiel. Voordat we het vierkante onderdeel kunnen gebruiken, moeten we eerst het gat nog groter maken met de satéprikker. Kijk goed mee. Je steekt hem door het eerste gat. Vervolgens zet je het vierkantje erop. Daarna prik je hem door het tweede gat heen. En dan kun je het andere wiel eraan vastzetten. De stroken plak ik aan beide zijkanten ook met pritstift.
Ik druk het allemaal goed aan en knip de delen die te lang zijn eraf. Nu de 41 nog en dan zitten alle onderdelen die ik had uitgeknipt erop. Als ik er zo eens naar kijk, mis ik nog iets. Ik besluit om nog een stuur en een zitje te maken. Ik pak weer een stuk karton en teken een cirkel en knip ook een rechthoekig stukje eraf. Omdat ik dit stukje karton wil gebruiken als rugleuning, vouw ik hem een stukje om zodat ik hem vast kan lijmen. Beide hoeken knip je een beetje in zoals je hier ziet. Zo kunnen we hem er makkelijk op lijmen. Ook de achterkant van het zitje maak ik roze door er een stukje papier op te plakken. Nu plak ik hem vast met pritstift op de achterkant van de raceauto. Omdat ik geen zin heb om te wachten, gebruik ik twee knijpers om hem vast te zetten, zodat het rustig kan drogen. Het stuur heb ik op de wielen laten lijken en heb nog een extra strookje karton afgeknipt. Deze ga ik gebruiken om het stuur aan vast te zetten. Ook deze lijm ik erop met pritstift en dan moet alles nog even goed drogen. Eerst zetten we de wielen goed recht waar je ze wilt hebben. Zorg dat het vierkantje aan de achterkant in het midden zit van de toiletrol. Ik pak de hobbylijm en zet het middenstukje vast. Dit doe ik door lijm rondom het hele stokje te smeren. Met een satéprikker kun je het makkelijk uitsmeren. Ik lijm het kartonnen vierkantje aan beide zijden vast. Zoals je ziet heb ik een stuk karton onder het autootje gelegd. Ik lijm de wielen aan de binnenkant vast. Je ziet dat ik het wiel ronddraai, zodat ik de lijm langs het hele stokje kan krijgen. Dit doen we bij alle wielen. Pas op dat de lijm niet tegen het toiletrolletje aankomt, anders lijm je straks het gat dicht en kan hij niet meer draaien. Je kunt het jezelf ook iets makkelijker maken door de wielen aan de buitenkant vast te lijmen. Met een papiertje kun je te veel aan lijm makkelijk wegvegen. Ik teken alvast met potlood en lijm op elk stokje, zodat ik weet waar ik ze straks wil afknippen zodra het droog is. Oké, hij is droog. De wielen zitten goed vast. Ik test hem nog even door hem heen en weer te rijden op de tafel. En ja, hij doet het! Tijd om de stokjes korter te knippen. Ik gebruik een gewone schaar en zaag een beetje in het stokje tot er een groef in zit. En dan breek ik hem eraf. Je zet de schaar op het lijntje. Nu knijp je even goed in de schaar en maak je een soort zaagbeweging. Hierdoor ontstaat er een groefje in het stokje. Nu draai je het stokje een klein stukje verder en herhaal je de stap met een schaar. Dit blijf je doen totdat het hele stokje een groef heeft. Daarna kun je hem makkelijk afbreken. Lukt het nog niet? Herhaal deze stap dan nog een keertje. Zo, hij is helemaal klaar. Alleen heb ik je nog niet uitgelegd hoe dat elastiekje nu werkt. Let op! Je pakt het elastiekje via de bovenkant van het stokje naar je toe. Vervolgens bevestig je het elastiekje aan het vierkante kartonnetje. Nu kun je hem draaien en zal het elastiek steeds strakker gaan zitten. Kijk maar! Als je hem helemaal hebt opgerold, is hij klaar voor de start. Ben jij klaar? Racen! Toiletrollen! Creativiteit geactiveerd! De Toiletrol Auto Race Challenge! Annelies tegen Robot! Welkom bij de Toiletrol Auto Race! De bestuurders zijn er klaar voor! De auto's staan klaar! Het publiek is enthousiast! Het gaat bijna beginnen! En daar gaan ze! Annelies gaat keihard en had als eerste de finish. Een robot vloog uit de bocht door het publiek. Wat een tragisch ongeluk. Laten we naar de scores kijken. Robot krijgt geen punten, maar Annelies krijgt er één. Annelies is de winnaar. Dankjewel voor het kijken. Terug naar de studio. Dat was onwijs leuk om te doen. Robot heeft zoals je ziet zijn eigen versie gemaakt. Doe ook mee aan de Toiletrol Race Auto Challenge. En maak jouw raceauto helemaal uniek. Laat me weten in de reacties welke auto jij het mooist vindt geworden. En geef deze video een like. Ik ben benieuwd naar jullie Toiletrol raceauto's. Stuur een foto van jouw resultaat naar vrijdrijfwerkthuis@gmail.com of zet hashtag vrijdrijfwerkthuis op jouw social media. En misschien laat ik jouw creatie wel zien in een volgende aflevering. Alle inzendingen zet ik natuurlijk weer op mijn Insta-account. Dus mocht je het leuk vinden, kan ik je naam erbij vermelden. Maar dat hoeft niet. Hou mijn Insta in ieder geval in de gaten. Tot volgende week. Doei!